gezellig dat je erbij bent. Hoe gaat het met je? Als men hier in Vlaanderen vraagt aan iemand hoe het gaat, dan voegt men er gemakkelijkheidshalve het gewenste antwoord aan toe. Men vraagt, hoe gaat het? Alles goed toch? Het antwoord is dan stevast. Ja hoor, alles prima hier. Stel dat het minder gaat. Dan antwoordt men. Ja, ja, alles goed. Dat moet wel, hè. We moeten vooruit. We kunnen niet blijven stilstaan. Hoe gaat het werkelijk met je? Hier tussen ons mag je eerlijk zijn. Niemand hoort het toch. Weet dat je een elastiekje kan uitrekken en blijven rekken. Tot het breekt, tot het springt. Grijp daar in. En in het geval dat jouw elastiekje al geknapt is, blijf dan niet. De westerse mens werkt keihard om veel geld te verdienen. Zijn gezondheid lijdt daaronder. Dat is voor hem niet zo erg, want het vele geld kan dan worden uitgegeven aan dokters en psychiaters. Als die erin slagen om hem er bovenop te helpen, dan is dat meestal een signaal om er dubbel zo hard tegenaan te gaan. Kijk, vroeg of laat maakt iedereen tijdens zijn leven hier een mindere periode mee. Dat is onvermijdelijk. Een burn-out, een depressie, angst of dwangstoornissen, en zo verder. Men moet dan noodgedwongen gas terugnemen en op zoek gaan naar iets binnen of buiten zichzelf wat voldoende kracht geeft om je tijdelijk omhoog te katapulteren uit het dal. Gekozen heeft voor de eerst werkende oplossing. Terwijl men potentieel depressief blijft, waarop karakter verder knokt. En dit terwijl de volgende crisis eigenlijk al op de loer ligt. Want wat is een depressie? En geloof me, iedereen is potentieel depressief. Het is het afsterven van het ego, het ik, en de afbrokkeling van datgene waarmee je je altijd al hoog hebt gehouden. Je wilt uiteraard iemand zijn vanuit verworvenheden, prestaties, eigenschappen of welke krampachtigheid dan ook. Je bent bang voor de val. En als je dan toch valt, dan lijkt de diepte onpeilbaar, omdat je je vastklampt aan de laatste strohalm om je val te breken. Ik zou het nog krachtiger kunnen formuleren. Iedereen die in zijn leven op een bepaald moment niet plat op zijn bek gaat, heeft niets geleerd.
heeft geen vooruitgang geboekt. En heeft zijn of haar illusies tot haar dood volgehouden. Mocht je het geluk en de moed hebben om los te laten. Met andere woorden, moest je genoeg hebben geleden om bereid te zijn tot gelijk opgesprongen. Misschien bereik je dan de bodem van jouw punt, jouw zielsgrond, waarop je voor de eerste keer in je leven echt terecht staat. Voor het zover is, kan je ego in de vorm van een denken jou tot op de rand van de waanzin drijven. Ik zie zoveel video's. Hier op YouTube. Die het hebben over het feit dat je geen vrije wil hebt. En volledig gedetermineerd bent. Door uiterlijke factoren. Als je enkel de uitkomst bent van ingewikkelde mathematische formules. Of andere krachten. Wat ziet er dan nog over van jezelf? Het doet me denken aan mijn studies, psychologie, in Leuven, lang geleden. Mijn professor experimenteerde psychologie had toevallig ook een doctoraat op zak in de wiskunde. Zijn colleges bulkte uit van formules, tabellen, meetresultaten. Van daaruit moest ik me haasten naar de andere kant van de stad. Voor de lessen logica. Zoiets in de zin van als A dan B. Wel nu, B is niet het geval. Die is ook niet A. Vandaar dan snel naar het college genetica. Om ons te verdiepen in hoezeer menselijke gedragingen gebonden zijn aan de biologie. Je begrijpt waar ik naartoe wil gaan. Misschien kan je ook begrijpen waarom ik destijds mijn studies niet heb afgemaakt. Ze gaven me simpelweg niet de antwoorden waarnaar ik zocht. De colleges waar ik wel wat aan had, waren bijvoorbeeld de lessen filosofie. De prof schreef in aanloop tot zijn cursus een aantal oude, mystieke wijsgeeren die beweren dat het verlangen naar een ander in feite een vertekening is van het verlangen tot zichzelf. Een soort van eenheidsbeleving. Vergelijkbaar met wat Freud schreef over de aanvankelijk oceanische staat van de pasgeboren. Lang nog voor alle conditioneringen hebben plaatsgevonden. Maar na tien minuutjes helaas, maakte de prof een grote sprong naar de westerse filosofie over denken. Filosofie betekent letterlijk vriend van de wijsheid. In mijn visie ontstaat wijsheid pas in de mate waarin men het denken kan overstijgen. Of beter gezegd, het einde van het weten is het begin van de wijsheid.
Het denken, het verstand, de geest. Maar kausaal en digitaal. Dus met oorzaak-gevolg-redeneringen. En met tegenstelling, met ene en dubbel. De geest kan niet anders dan zijn eigen beperkte wetmatigheden overal bevestigd zien. Zalig zij de armen van geest. Dat in de Bijbel. Verblijf in de Heer van de slaap, zeggen de oude schriften uit India. Mijn leraar zei, te diep duiken, een theorie kan gevaarlijk zijn. 100 gram aan oefening is beter dan ton theorie. Met ons verstand kan men geen vrij wil bedenken. Onmogelijk. Men kan het wel voelen in ons hart. Zelfs je gedachten zijn materie, zeggen de oude wijzen. Verinnerlijking is je enige wapen. Sinds de jaren 2000 is het populair om de film The Matrix te betrekken in de eigen levensvisie. De yogis uit India weten al 1000 jaar dan dat wat men waarneemt slechts Maya is, zoals men het daar noemt, hun woord voor gezichtsbedrog, illusie. Ik las onlangs iemands post op Facebook en ik citeer letterlijk: ik trek me terug in mijn bewustzijn, want al het andere is slechts een computerprogramma. Hoe voelt die uitspraak aan voor jou? Toegegeven, ik heb er zelf mee geworsteld, jaren terug. Maar toch mijn medeleven met die persoon, wiens leven wordt gedomineerd door het gevecht van het ego om te overleven. Als je aan iemand vraagt, wie ben jij? Dan krijgt men een antwoord in de aard van, bijvoorbeeld, ik ben Sophie, personeelsverantwoordelijke bij firma X, moeder van 2 dochters en, wacht eens even. Sophie is enkel je naam. En personeelsverantwoordelijk is jouw beroep. Men gaat door met een hele waslijst te geven van eigenschappen die men heeft verworven. Maar wie ben jij in essentie? De mens werd geschapen naar Gods evenbeeld, wordt gezegd. Natuurlijk zit er geen oude wijze man met lange baard en staf te drijven op een wolk. Men bedoelt gelijkenis, in essentie. Je hebt geen ziel, je bent een ziel. Dat is een groot verschil. Anders zou je niet anders zijn dan pakking rondom. En het goddelijk licht, wat wij allen in ons dragen,
één stukje van de oneindigheid. En om toch de wiskunde erbij te betrekken. Wat leert de wiskunde ons? Eén stukje van de oneindigheid blijft de oneindigheid. Want zij is ondeelbaar. Ons brein kan iets als oneindigheid niet bevatten. Om even terug te koppelen naar de psychologie en mijn professor, die bleven zoeken naar een stelsel van formules om de mens te verklaren. Is het al gelukt, professor? Nee. Het probleem van de homunculus, de kleine mens in de mens die alles bestuurt, krijgen we niet weggewerkt. Beste mensen, je hersenen produceren geen bewustzijn. Het omgekeerde is eerder het geval. Je daalde neer in een aardse vorm en ging je hechten aan alle zintuigelijke prikkels die het lichaam maar kan opleveren. Wie creëerde jou? De Darwiniaanse biologie. Wie maakte dat mogelijk? De aarde. Wie maakte de leefbare planeet? De oerknal? Wat was er daarvoor? Enkel antimaterie, zoals de kwantumfysica beweert. Wie ben jij? Een product van de chemie in je hersenen. Dan zitten we weer in het vakdomein van de neurologie. Beste mensen, zo gaan we er niet raken. Zo komen we er niet. Hetzelfde dat jij zoekt is niet waarneembaar, bedenkbaar of bestudeerbaar. Omdat jij het bent die kijkt. Onze ogen kunnen ook enkel een spiegelbeeld zien. Jouw analytische geest is niets meer dan een weerspiegeling van je eigen goddelijk bewustzijn dat zonder begin of einde is. Als de zon schijnt, wordt de weerkaatsing van de maan overbodig. Ja, zoek toch het. Na vrijwil of bestaanszekerheid is een dwangmatig gebeuren dat het ego jou influistert. Kom uit dat hoofd en daal af naar je hart. Waar het knooppunt ligt tussen de ziel en het lichaam. Via allerlei hoog intelligente energieën, zoals de chakras. Jij bent mijn beste. Jij bestaat. Jij bent niet de doener, maar de ziener. Een stukje van een ondeelbaar goddelijk bewustzijn. En je hebt via jouw incarnatie dezelfde scheppingskracht al was je je hogere zelf. Kan je dat begrijpen? Nee, dat kan je niet.
Daartoe is ons verstand niet in staat. Kan je dat ervaren? Of beter nog, kan je zijn? Gewoon zijn. Ja. Hoe? Oefening. Ik ervaar mijn bestaansgrond dagelijks tijdens meditatie. Stop met zoeken. Keer naar binnen en vind. Ja, maar hoe? Hoor ik je zeggen. Door te gaan neerzitten en te wachten tot het komt. Nee, dan ga je al meteen verkeerd van start. Want wachten op creëert verwachting. En dat zal het ego meteen vastgrijpen om niet, absoluut niet, in stilte te moeten verzinken. Het ego zal je een gevoel geven van ongeduld. Zodanig dat je de meditatiepoging al afbreekt nog voor ze begonnen is. Een goede manier om te leren mediteren is het boek met de titel Het Grote Boek van de Stilte. Geschreven door Paul Wilson, de guru van de rust. Voor meer details verwijs ik graag naar een video van mezelf van een hele tijd geleden met de titel Vooruitgang boeken met boeken. En met deze woorden ga ik deze keer afsluiten. Heb je het moeilijk? En ben je in de gelegenheid om te rusten? Doe dat dan. En onthoud. Een yogi doet nooit zijn best. Hij doet gewoon wat hij kan. Graag tot de volgende keer. Bye bye.